Wie een markt bezoekt, zal daar stevast een paar boekenkraampjes vinden, waar liefhebbers van de literatuur voor niet te veel geld een boek van hun gading kunnen uitzoeken. De verkopers hier zijn over het algemeen heel bezadigde mensen. Hun artikel heeft geen reclame nodig. Maar boekenverkoop gaat ook wel eens anders. Hollands glorie! De herberg met de hoefijzer! Dames en heren! 6,90 in de doos, gekocht betaald. U mocht niet vervallen geld terug hebben. De kijkers voor de kopers, dames en heren! Zo brachten Fons Rademakers en Louis Salber een boeken aan de man op de literaire markt die in het kader van de Boekenweek voor de tweede maal werd gehouden en waarbij ditmaal acteurs en actrices als verkopers fungeerden. Albert van Dalsem en Ellen Vogel verkochten Nederlandse poëzie en deden dat met veel flair. Louis van Gasteren en Rieke Hopper hadden het enorm druk, vooral ook met het zetten van hun handtekening. Van de verkopende actrices bezochten wij nog Aaf Bouber en Marie Hamel. Ja, kijk eens mevrouw, de man van morgen hoor, kijk eens, er zijn mannen te veel. Mannen te veel, dus als u dat boek koopt, dan hebt u beslist een chance. Op elke bladzijde krijgt u een handtekening. Over 100 jaar is die geld waard. En de prijs is maar 4,50. En als ik u dan een extra boekje, wanneer dit een beetje te hoog in prijs is, als ik u dan nog eens iets heel bijzonders mag aanbevelen, dan is dat madame Jatskova van Aard van der Werfhorst. U kent natuurlijk Aard van der Werfhorst. Een volleerd standwerker bleek Ben Groeneveld. Dames en heren, komt u hier naartoe en luister naar mij. Wij verkopen alleen maar serieuze boeken, dus het is alleen maar voor serieuze mensen. Bent u eigenlijk niet serieus, is u oppervlakkig, gaat u dan naar mijn buurman toe. Die buurman was Toon Hermans. Het is heel aardig, dat boekje hoor. Dus 100 dwaasheden. Wacht, valt er het man ook? 100 dwaasheden van Kermichelt. Voor 1,30. Het is 1/13 cent per dwaasheid, dus dat kan niet echt met me nemen. Hoor. Ik hoop, ik kan het niet. Het is gewoon zo leuk, ik heb zelf ook gelezen. Het is de man die altijd mijn kritieken schrijft, weet u wel, maar altijd zo afbreekt. Er waren meer dan 17.000 bezoekers op deze eendagsmarkt. Dat er maar 2600 van hen kopers werden, heeft zeker niet aan de mensen van het toneel gelegen. Over de oorzaken daarvan zou een boek te schrijven zijn.